Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe week vlog. Het is vandaag maandag 7 december, denk ik. Ja, en ik ga voor jullie weer een nieuwe week vlog beginnen. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is nog mega vroeg, dus ik kan niet heel hard praten. Ik ga zo naar stage toe. Dus ik heb me al helemaal klaargemaakt. Ik heb een hele simpele outfit aan. En dan ga ik vandaag de hele dag lesgeven. Na school moet ik bijles geven. En daarna ga ik sporten. Dus ik heb echt een mega drukke dag. Maar wel heel erg leuk. Dus ik ga nu snel mijn spulletjes inpakken. En dan ga ik richting school. En dan zien jullie mij pas na school weer. Voor de rest deze week ga ik echt leuke dingen doen. Morgen ook. Ik zal morgen vertellen. En ja, gewoon allemaal leuke dingetjes. Oké, ik heb alweer de hele dag stage gehad. Bijles gegeven. Ik ga nu sporten. Het is echt al heel laat. Ik zie er niet uit. Morgen ga ik voor jullie pakketjes openen. Leuke dingen doen. Dus ik zie jullie heel snel morgen. Het is vandaag dinsdag. En zo. Ik heb net mijn make-up gedaan. Ik heb nog wel even van die strips op mijn tanden. Maar ik ga over een half uur Eva ophalen. En dan gaan we iets heel leuks doen. We gaan namelijk in Leiden. Komt het nieuwe Ted's restaurant. En daar gaan we samen naartoe. En we gaan ook een video erover maken. Dus die kan je op mijn kanaal verwachten. Of misschien staat die online. Zou ook best wel kunnen. Ik heb natuurlijk ook al Ted's in Amsterdam en in Den Haag. Volgens mij ook nog op twee andere plekken. En nu komt hij dus ook in Leiden. En ik woon heel dichtbij Leiden. Dus wij hebben, ja, ik was uitgenodigd. En mij leek het heel erg leuk om daar naartoe te gaan. Dus ik ga samen met Eva daar lekker naartoe. We gaan ook nog een fotootje maken. Ik heb ook mega veel pakketjes binnen. Alleen ik zit dus een beetje te twijfelen van... ga ik daar een aparte video van maken? Of... ga ik het gewoon nu openen. Dus ik moet er nog even over nadenken. Maar dat maakt op zich niet veel uit. Er komt nog wel een ander pakketje. Waar ik niet weet wat erin zit. Dus die ga ik sowieso even openmaken. Oké, het zit namelijk hierin. Ik ga het nu even openmaken. Ik ga morgen mijn nagels laten doen. Want ze zijn bijna allemaal afgebroken. Ik had namelijk iets bij bol.com besteld. Maar dat is natuurlijk heel vaak dat het wordt doorgestuurd. In ieder geval wat erin zit... is deze mousse. En ik ga dit dus proberen samen met Floor. En dat is dus, ja, blijkbaar... je kan dus je haar donkerder of lichter mee maken. Het is wel een soort van uitspoelbaar. Maar dit gaan wij waarschijnlijk morgen proberen. Dus dan weten jullie dat. Oké, ik heb de video opgenomen. Ik zal even een kleine sneak peek geven. Ik ga nu waarschijnlijk één van deze dingen aandoen. En dan moet ik over een kwartiertje weg om Eva op te halen. En dan gaan we dus naar Ted's. En dan krijgen we een rondleiding en gaan we daar lekker eten. Dus ik ga even snel die spullen opruimen en dan ga ik me omkleden. Ik ben er bij Eve. Ik ben aan het wachten. Want zij komt als het goed is nu aan. Dan gaan we die video opnemen. Uiteindelijk heb ik een witte trui aangedaan met een blazer en een leren broek. Maar ik denk dat ik die blazer straks wel uitdoe, want het is net iets te heftig. Ik heb dus eigenlijk geen mondkapjes, alleen deze. Dus die ga ik nu even knopen. Ik heb deze gekocht voor een goed doel. Dus dan kostte ze 10 euro en dan ging 10 euro naar de opbrengst. Dus die ga ik nu even zelf knopen, want dat moest ik nog wel doen. En dan ga ik opdoen, zo. Zit dit goed? Dus ik wacht even tot Eva is en dan gaan we naar de opening. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag samen met Eva. En wij gaan vandaag voor jullie een mukbang opnemen. Maar we gaan best wel een speciale mukbang opnemen. Want wij gaan iets heel erg leuks doen. Even en ik hebben net, het is voor de weekvlog, de video opgenomen, ja. De mukbang. Het eten was echt mega lekker. We hebben dus lekker bij Ted's Nou, we hebben dus dat gekregen. Heel erg lekker. Ik zal hiervoor zijn vast wel wat beelden. En zeker de andere video kijken. Ik denk wel dat de video echt leuk is geworden. Ja, ik hoop het. Ik hoop niet dat er weer mijn oor aan de ene kant uitsteekt en mijn haar weer... Dat ze vervolgens zitten te vreten voor lijf. Oké, wil je anders nog heel even naar de stad of niet? Ja, kunnen we doen. Gewoon heel eventjes. Laat eens in hoogvliet. Dan zet ik hem even in de hoogvliet. Ja? Of zou ik hem weer in de deur? Ja, of weer in de deur. Ik zat het net te denken.
Zal ik dat doen? Het is wel goedkoop. Oké. Okay. Oh, is dat je Parkmobile niet uitgedaan? Ja, die heb ik al uitgedaan. Oké, okay, ik ben weer thuis. En vandaag was echt heel erg leuk. Het voelde echt gewoon eventjes weer als een uitje. Dat je gewoon even in een restaurant kon zijn. En gewoon heel gek. Maar het was echt mega mooi. En ik denk dat de video heel erg leuk is geworden. Dus ik ben daar heel erg benieuwd naar. En we hebben zo lekker gegeten. En het was gewoon heel erg leuk. En iedereen was super lief en leuk geregeld. Dus dat was top. En ik was nog heel eventjes langs de Zara geweest. We waren gewoon even langs wat winkeltjes geweest. En toen zag ik deze. Die vond ik wel heel erg leuk. Het is een soort polo-achtige trui. En dan in een beige kleur. Ik vond deze heel erg mooi. Hij was 20 euro. En ik heb hem in een maatje S. Deze is het. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Ik ga nu heel even in bed chillen. En dan ga ik vanavond werken. Maar heel erg chill en een hele leuke dag. Goedemorgen, het is vandaag... Welke dag is het? Woensdag? Ja, woensdag. Ik ga zo meteen mijn nagels laten doen. En het is echt heel erg. Hier is er eentje af, maar ik heb er zoveel aan gezeten. Mijn handen zijn verbrand. Het is echt vreselijk, dus let er niet op. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik ga ze wel veel korter doen. Want... Ik moet toch even dat mijn geluid aan stond in mijn online les. Ik ga ze wel even wat korter doen. Omdat ik piano moet spelen natuurlijk deze maand. En anders hoor je de hele tijd op die toetsen dat. Dus dat is heel irritant. In ieder geval, ik moet nog even kijken dus wat ik ga doen. En ik heb dus nu dat nieuwe ding aan van de Zara. Ik vind het heel erg leuk. Ik droeg vroeger al heel vaak polo's. Maar ik vind dit heel erg leuk. En dan heb ik mijn nieuwe zwarte leren broek eronder. En dan doe ik er allemaal mijn schoenen van Naked. En... Dus misschien ga ik gewoon hele korte nagels doen. Ik moet echt eventjes kijken. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik heb ze roze gedaan. Ik had in mijn story gevraagd wat iemand mooi vond. Nu kon namelijk stemmen. Ik weet niet of de kleur in me overkomt. Sorry, mijn handen zien er echt niet uit. Ik heb allemaal brandplekken. Maar ik ben heel erg blij met de kleur. En daarna had ik school. Dat stukje doe ik hierna, want ik moet even uitleggen. Helemaal buiten adem van de trap. Oké, okay, nadat ik mijn nagels heb gedaan, ging ik dus naar school. En dat heb ik dus al gefilmd. Alleen, ik zal het hierna doen. Want we hadden het namelijk over TOS-kinderen. Dus over taal... Even kijken. Taalontwikkelingsproblemen, volgens mij. Volgens mij was het zoiets. Nou, het gaat gewoon over kinderen die problemen hebben met taal. En dat gingen wij dus nu zelf ervaren. Dat was echt heel erg interessant. Dus dat komt hierna. En ik ga nu lekker even chillen in mijn bed. Ik heb nog een cadeautje gekregen waar ik mijn nagels altijd laat doen. Echt super lief. Ik ga zo even kijken wat het is. En dan ga ik even in bed chillen en de vlogs bewerken. Want de vlogs lopen heel erg achter. Oké, vertel. Ja, wat je moet doen is... je pakt dat lijfje. En... je hebt zeg maar de twee zijkanten van zijn lichaam. Daartussenin moet zijn hoofd. Die kan je ertussen leggen. Tussen één helft. En dan kun je hem dichtklappen. Dat zijn hoofd zeg maar tussen de twee helften van zijn lichaam zit. Lukt dat? Nee, dat mag je niet laten. Oh, dat mag niet. Je was juist al goed bezig met omschrijven. Oké. Dus zijn hoofd heeft een soort... een soort sleutelachtig vormpje aan de achterkant. Die moet tussen die twee lichaampjes. Dan heb je ook nog iets dat soort van lijkt op... iets dat lijkt op soort vleugels. Of soort van stekels. Dat moet je achter op zijn nek zetten. Met de bogen omhoog. Oh, deze is echt zo lastig. Oké, je hebt een soort donkerblauw stukje. Met aan de bovenkant een puntje en een klein gaatje erin. Een soort vierkant gaatje. En je moet dan, als het goed is, zit er ook een sticker bij van een aap. Die een bal gooit of een noot. Die sticker die moet je eraf halen. En dan moet je hem plakken op dat blauwe ding. Wacht even. Het moet op het ding waar de dingetjes uitsteken aan de onderkant. Dus dat... Dat staafje zit aan de bovenkant. En aan de onderkant heb je twee pootjes. En die pootjes moeten naar jou toe. En daarop moet het aapje geplakt worden. Dan heb je twee lichtblauwe onderdelen. En pak er maar even degene met het losse
flapje. Jij moet een beetje los flapje. Die moet namelijk aan de bovenkant. We gaan gewoon beginnen. Begin maar. Nou, welkom Jennette. Oké, ja. We zijn er natuurlijk in je verblijf. Ja. Hoe is het hier? Fijn. Ja, heel fijn. Is het fijn om na zo'n lange tijd weer een plekje te hebben? Ja. En hoe is de omgang met je medebewoners? Met mijn begeleiders. Met je medebewoners? Ja, zijn psychopaat of... ja, nee, is fijn. Of ben ik dezelfde soort? Oké, ja. Nee, fijn. Ja, en hoe ga je met je probleem om nu? Is het nog een probleem? Heb je daar nog hulp bij nodig? Ik heb er nog wel hulp bij nodig, ja. En waar heb je dan precies hulp bij nodig? Bij mijn probleem. En wil het probleem, ik begrijp dat moeilijk van dit probleem, beschrijven. Heb ik een drugsprobleem of zo? Nou, dat kan je bijvoorbeeld... Van alcoholprobleem? Nou, ik denk dat we wel even terug kunnen gaan naar die drugs. Oké, drugs. Ik ben verslaafd. Dat is waar. Cocaïne. Het is vandaag donderdag. Ja, donderdag. En ik heb me net even opgemaakt. Mijn haar is echt mega vet, dus heb ik even een staart gedaan. Ik moet zo net even een betere staart doen, want ik heb allemaal babyplukjes. In ieder geval over 3 minuten moet ik bellen. Want Vos en ik hebben met onze docent een afspraak. Je hebt een soort spreekuur hebben. En ik word helemaal gek, want ik heb al 4 video's klaarstaan. Maar mijn editprogramma doet het niet. Dus ik kan gewoon niks plaatsen. En ik ben aan het mailen en ik word er helemaal gek van. Want ik wilde namelijk in december lekker veel video's maken. En dat kan dus nu niet. Ja, het kan wel, alleen ik heb nog niks online kunnen zetten. Dus dat is ook de reden dat er nog niks online is. Een beetje stom wel. Maar ja, het is gewoon even niet anders. Dan komen er straks weer heel veel video's bij elkaar. Want ik heb al 2 keer een mukbang ook gefilmd. En 2 weekvlogs die klaarstaan. Dus ja, ik moet even kijken. Deze komt dan waarschijnlijk ook heel laat pas online. Want ik ga niet deze eerst online zetten vergeleken met de andere. Dus ja, ik ga nu in ieder geval eventjes... even kijken. Ik krijg wel nu een berichtje, dus dat is chill. Oké, ik heb de bespreking gehad. Ik ga nu even mijn kerstboompje versieren. Ik heb nieuwe balletjes gekocht bij de Bosrand. Het kerstboompje staat. Ik weet niet of die heel goed scherp stelt. Het ziet er echt niet uit op beeld. Maar oké. In ieder geval, ik ben er blij mee. Ik moet alleen nog een keer een piek fixen. Ik heb er nu een rare ster op zitten. Maar ik ga nu eventjes aan school zitten. Er geen zin in, maar ja, het moet. Ik heb net 2 video's geëdit, want het doet het eindelijk weer. Ik ben zo blij. Dus er komen gewoon weer lekker video's online. En mijn kamer is helemaal opgeruimd, dus daar ben ik ook blij mee. Ik ga nu eventjes piano spelen. En ik moet eigenlijk ook aan school zitten, maar daar heb ik niet echt heel veel motivatie voor. Dus ik hoop dat ik dat straks heb. Ik moet straks ook even oppassen. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga nu even mijn keyboard pakken en dan ga ik er eventjes oefenen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik heb me net helemaal klaargemaakt. Ik moet over 5 minuutjes weg. Ik ga zo meteen oppassen. Ik heb lekker een sportlegging aan, een nieuwe van Naked. Zit echt mega fijn. Volgens mij is het ook nieuw dat Naked sportlegging verkoopt. Maar... ja, ik heb me dus omgekleed. Ik ga zo meteen even 2 uurtjes oppassen. Ik ga vanavond gezellig samen met Vos en met Floor. En we gaan ons haar lichter, nou ja, verven. Want het is gewoon uitspoelbaar. Dus ik ben heel erg benieuwd. En we gaan vanavond lekker Mackie eten. Ook heel veel zin in. Dus I'm really happy. En ik heb net foto's gemaakt van al mijn kleding en ik pas alles. Dus dat was heel erg fijn. Ik ga nu dus eventjes mijn jas aandoen en dan ga ik weg. Ik ben net terug van oppassen en Celia belde me net. Ik ben echt net thuis. En ze vroeg of ik het leuk vond om mee te gaan naar de stad. Dus dat vind ik helemaal prima. Dus ik heb me net even snel omgekleed. En ik ga dus nu, word ik door haar opgehaald en dan gaan we naar de stad toe. Ja, ik moet nog even mijn outfit doen, even mijn make-up bijwerken en dan... ga ik. Het is niet alleen jouw schuld, dat weet ik. Het zijn niet alleen je fouten, die ben niet vergeten. Ik ben niet meer van jou, je bent niet meer van mij. Je houdt je nu nog op, mijn hart kapot. What you say? Oh, that you only meant well. When it cost you deep. Schat, wat is je been? Voel me op je BBL. Niemand hoeft te weten wie ik ben.
Oké, ik lijk echt een verzopen kat. Dat ben je. Gadsverdamme. Nou, ik was met Zee in de stad. We hebben echt maar één. Ben. We lopen nu op het plein. Richting het Malieveld. Om mee te doen aan het protest. Wauw. Leuk. Het is een mooie kerstboom. Ja. Welkom bij de vlogmus. Ga je dat doen? Nee. Oké, okay, nee, dat is toch al 1 december begon dat. Ja. Oké. Okay. Je zou verhuisvlogs doen, toch? Ja, verhuisvlogs. Leuk. Heel veel mensen gingen me appen. Ik wist niet dat je ging verhuizen. Oh. Ik zei, oh ja, kut. Bij deze. Misschien dat ik het eerst tegen jou moet vertellen dan tegen mijn vlog. Slechte vriendin. Oké, okay, maar ik ga nu naar huis en dan... Ik word thuisgebracht door C en dan ga ik met Voske en Floor. En ik ga dus vanavond mijn haar blonder doen. Leuk. Ik weet echt niet wat ik ervan vind. Ik durf het nooit op te doen, zo'n muts. Wat keer heb je niet op te doen? Ja, ik had vorig jaar ook één keer die muts op. En toen zat echt iedereen muts. Me uit, aan te kijken, had ik het gevoel. Dat heb ik nu weer. Maar dat gevoel, dat doe je, dat heb je gewoon zelf. Maar dat is helemaal Oké. Okay. Ik ben met Floor en Voske en wij zijn beide... Oh, je ziet het net niet. Bij de Mackie. Gouden bogen. Oké, okay, we hakken even de knoop door. Say cheese to the cheese. Cheese nuggets. A cheese nuggets. Wat wil jij, Vosje? Ze zat zo om die hoek te kijken. Nee. Daarom heb ik nu mijn aanspreken. Die mag je weten. Of even naar de film. Misschien wel naar het strand. We zijn net naar de Mackie geweest. Ja, elk haartje. En Floor en Voske zijn nu bij mij. We gaan dus nu die spoeling doen. Maar ja, dat gaan we daarna doen. De Gold Well Soft Color in de kleur Team V. En deze ga ik dus proberen. We moeten eerst ons haar wassen met shampoo. Ja, dat heb ik gewoon vanmorgen. Ja, dat ga ik nu dan doen. Nee, dat hoeft niet. Maar dat stond er. Ja, je moet gewoon schoon haar hebben. Ja, dat is voor mij is echt niet schoon. Oh, dan zou ik wel verwassen. Ja, nou, ik had het uitgesteld. Ik maak het gewoon even vochtig. Ja, dat is goed. En dan doen we dit erin. Dan laten we het 5 minuten intrekken. Ik laat, en dan nee. Langer. Ik laat het een half uur intrekken. Oké, okay, een half uur intrekken. Het werkt. Het licht is heel... Maar kan ik dan wel bij jou in de douche het uitspoelen? Ja, dat kan. Oké, okay, dit is mijn haar before. Ja, maar dat is wel natuurlijker dan als dat ook blond is. Ik laat dat altijd bruin. Oh, dus soms ook voor die camera vertonen is ook niet ook. Oké, okay, maar soms moet het erin doen, dat is leuk. Moet ik het erin doen? Oké. Okay. Ja, dat weet ik niet hoor. Je mag het ook zelf doen of doe het bij elkaar. Kan ook, maar maakt niet uit. Maar welke kleur mag ik even kijken welke ik kleur het is? Ik heb het nog nooit gedaan, hè? Dus kan je het zien? Oh, misschien moet ik eerst even wat boven stellen. Oh. Het kan niet in je haar blijven. Maar met die mousse, oh, dan moet het er wel in. Ja? Oké. Okay. Ik wil even kijken welke kleur het mag. Maar schat, je moet wel handschoenen aan. Het is verf, hè? Ja, je hele handen gaan overkleuren. Ik heb geen handschoenen. Ja, gewoon zakjes. Nou, jongens, het is eruit. Oh. Ik denk niet dat je verschil... Nee, bij mij zie je geen verschil. Wat jammer, jongens. Ik had het zo graag gewild. Hoe voel je je nu? Het is ook nu heel erg oranje bij mij. Kijk maar. Ik vind het wel leuk als je nu een clipje ziet. Nee, het is gewoon hetzelfde. Het is gewoon precies... Oké, okay, kijk, dit is. Zal ik dit? Aan ja. Je het is vandaag zondag. En gisteren heb ik natuurlijk samen met Floor en Vos een hele leuke avond gehad. We waren lekker naar de Mackie geweest en muziek geluisterd. En we hadden ons haar gedaan. En bij Floor zag je het wel, want ze had het donkerder gedaan. En ik had het lichter gedaan en bij mij zie je helemaal niks. Dus het is geen aanrader. Nou, waarschijnlijk werkt het gewoon niet op mijn haar. Maar we wilden het gewoon proberen. Dus het maakt ook niet uit. En het is nu de volgende dag. Ik heb net mijn haar gekruld. En ik ga zo meteen met Eve een video opnemen weer. Dus dat is heel erg gezellig. En ik heb nu een nieuw jurkje aan van Chiquelle. En ik heb er allemaal een riempje gedaan. Ik vind het wel heel erg leuk. Met eronder mijn laars van de Zara. Dus wij gaan zo meteen een video opnemen en Eve komt gezellig naar mij toe. En dan moet ik in de avond alweer aan school zitten. Dus dat eigenlijk. Zeker. Ik hou niet heel erg van banaan. Nou, ik ga niet maar te popelen. Oh, daar ligt dus best prima. Of moet ik hem andersom zetten? Ja, wel, hè? Nee, dat is prima, toch? Oké.
Ja, ik denk het wel. Dat is heel raar. Wacht. Oké. Dan heb je net iets beter licht. Het is wel... Jezus, het zweepleur breekt me uit. Kijk eens. Het scheelt wel hoor. Is het dan weer te... Dan kan je er net niet in kijken, hè? Jawel hoor. Oh, maar daar staan ook die mensen te kijken. Oké, ik draai hem toch weer om. Ja? Dit is nog awkward. Waarom ben ik zo? Kut. Dit is zo awkward. Gast. Ja? Ja. Ze leven maar met deze kwaliteit. Oké. Ik was dus even met Eve en we hebben een video opgenomen. Ik weet niet of het heel leuk is geworden, want het eten was niet helemaal top. Ik ben nu net thuis. We waren ook nog even naar de stad geweest. Ik heb me ingehouden. Ik heb meer dingen gewoon bij het kruidvat gekocht wat ik nodig had. En ik ga nu even mijn kamer opruimen voor straks weer piano spelen. En dan de vlog bewerken. En ik denk dat de vlog best wel lang is geworden, denk ik.